Het mooiste van Landert zijn de mensen. Voor jullie en voor het onderzoek, stamcel donor onderzoek. We gaan het onthullen. Wat hebben we met z'n allen bij elkaar gelopen? Laat maar zien. €1.304,28. Applaus voor jezelf. Those are the sweetest guys I've ever seen. And you can tell everybody this is the song.
ik doe nu een blokje van 2 uur. We hebben, de meesten doen ongeveer 2 uur elke keer. Een aantal keren doet iemand een uurtje meer of minder. Maar ja, dat is voor genieten. Ja, we houden continu 1 fiets houden we met ons team draaiende. En we zijn altijd wel met 2 of 3 hier. Ja. Dus ja, dan is het ook nog gezellig als je hier zit en er is buiten niks. Dan kunnen we binnen wel wat kletsen. Gisteren zat je bij mij in de studio en toen, ik had eigenlijk nog verwacht dat je terug zou komen, maar het programma liep helemaal anders. Geeft ook helemaal niks, maar even terugkijken naar de opening van gisteren. Waarvan, kippenvel volgens mij. Absoluut, absoluut. We hadden, er waren heel veel mensen zijn er geweest, heel veel toeschouwers. Piet heeft zijn lied heel goed kunnen brengen, daarna kwartjesvolk, het keukenkoor. Heel de avond is het echt een behoorlijk druk geweest, heel gezellig geweest. Tot nu toe is het 100% geslaagd, vind ik. Ja. Zijn er al mensen die gezegd hebben, ik ga met jullie een uurtje mee fietsen en daar een sponsorbedrag aan gekoppeld hebben? Dan moet ik bekijken. Hebben wij al mensen... Henk de Klein werd gezegd. Ja, ik heb begrepen dat ik vannacht mag komen. Vanaf het plein voor de kerken in Zeeland, het glazen huis. En hier in de studio hebben we ineens twee bezoekers. Dat zijn de wethouder Hans Verijken en burgemeester Marnix Brakemans. Meneer Brakemans en meneer Verijken, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Nou, leuk dat jullie even op bezoek komen. Ja, dat vinden wij ook. We zijn na een dag waar het trouwens de lintjesregen net heel hard gekletterd heeft. Dus we hebben sowieso een feestdag. Het is ook voor ons de dag een beetje voor de meivakantie. En we hadden gedacht om samen er nog maar eens eentje op te nemen. Op het succes van Landert. En dat brengt ons natuurlijk naar het glazen huis. En jullie kunnen straks weer lopen terug naar jullie eigen gemeentehuis. Ja, nou, daar heb ik daar een as the meek look up at those who pass by, he gets no recognition, lost without pride. A boy staat een blauw steentje, een stamcel-donorbank. Mensen die het nog niet hebben gedaan, tussen de 18 en de 50, schrijf je alsjeblieft in. Moments of sadness and pain feels like a broken wing. Confusion in your head makes it all a strange thing. You better be strong and absolutely not negative. Step in your life and try to be positive. We'll be right back.
eenzaam. Heb je beloofd aan Betty dat je jezelf op gaat geven als Stamstad Dona. Nou sta je hier en hier achter ons is het kraampje. Ga je gang. Ja, nou ja, ik wil dat inderdaad doen. En ik heb begrepen dat het veel minder spannend is dan dat ik eerst dacht. Dus ik heb een hele lange tijd, want ik heb Piet Challenges al een jaar gevolgd. Gedacht, nou donor, dat is mooi als je dood bent, overleden, mogen ze alles hebben. Dus ik was zeer nieuwsgierig naar wat dat betekende. En ik heb de SBS-filmpjes niet gezien. Maar ik hoop dat jullie het eens even uit kunnen leggen. In hele korte bewoordingen en overtuig me, want volgens mij is dat heel eenvoudig. Nee, ja, dat is uiteraard heel eenvoudig. Het is allereerst natuurlijk bij leven, hè, een anonieme stamcel-donatie. En dat kan eigenlijk op twee manieren gaan. Het meest eenvoudigste is eigenlijk via een bloedapherese. Dan houdt het eigenlijk in dat je een soort bloed doneert, wat door een apparaat heen gaat die de stamcellen eruit haalt. En dan krijgt u het bloed weer terug. Duurt ongeveer 3 uurtjes en dan hebben we een mooi zakje stamcellen. In een paar uitzonderlijke situaties is het zo dat er een beenmergpunctie moet worden gemaakt bij zeer zieke patiënten. En dat gaat onder algehele narcose. En ja, dat voel je lichtjes. Maar desalniettemin is dat maar een kleine ingreep voor de donor zelf. Betekent het dat ik pas... Want hoe weet men of ik een match ben op iemand anders? Wanneer weet je dat? Nou, we doen eerst de donoren registreren via een soort database. Dan wordt er eigenlijk een soort streepjescode gemaakt van uw DNA. Dat noemen we een HLA-typering. Dat wordt voor veel andere doeleinden ook wel eens gebruikt. En dat is bijna een soort identieke code die je moet hebben met de patiënt. Dus wanneer een patiënt ziek is, dan wordt dat vergeleken in die database waar u dan bent opgenomen. En als dat een match is, dan krijgt u een oproep om mogelijk te gaan doneren. Die eerste DNA-dingen, dat is ook niet met een bloedafname. Dat is waarschijnlijk zelfs met wangslijm of weet ik veel wat. Is dat waar? Nou, dan slaat u de spijker op zijn kop. Dat gaat inderdaad, als u dadelijk registreert, krijgt u thuis gestuurd een pakketje met een reageerbuisje en een wattenstaafje. Dat haalt u even aan de binnenkant van uw wang. Stopt u weer terug, stuurt u terug. En de medici halen daar de HLA-typering uit. En dat is het. Dan bent u geregistreerd. Dus het is eigenlijk schandalig als ik het niet doe. Als het zo eenvoudig is als dat je het nu zegt. Het is zo eenvoudig, het verkoopt zichzelf bijna, helaas. Je hebt me overtuigd, ik was al overtuigd moet ik zeggen, maar ik vind het ook wel heel goed om de uitleg te horen. Omdat het in de beleving van mij in ieder geval, en ik ben ook maar een gewoon mens, volgens mij soms veel ingewikkelder is dan dat het lijkt. En nou laat ik zo zeggen, dat risico durf ik wel aan en ik ga me dus inschrijven. Dat kan bij jou. Dat kan zeker, ja hoor. Dan gaan we dat nu doen. Nou, fantastisch. Hartstikke goed, dankjewel. Komt u mee. Dankjewel. Algemene vragen van naam, adres en dergelijke. Nou, dat gaan wij hier keurig doen. En ik zal dadelijk het bewijs bij Lander TV inleveren, want dat willen ze natuurlijk helemaal zien. Uiteraard. Maar ik ga het gewoon eens rustig inleveren, Henk. We gaan hier de handtekening. Applaus voor de burgemeester. En dat er nog veel mogen volgen. 2. De nummer is 6. Ik heb van mijn leven een doosje. Eerderheidje. En ja, ze waren wel van koppers van 25 euro op nummer 6. 72.